zon speelt een blikkenharmonieorkest in een grote regenton. We zijn vandaag in de studio om liedjes op te nemen voor de nieuwe musical Onder de Groene Hemel. Onder de Groene Hemel is een nieuwe feel-good musical die volgend jaar in première gaat. En het gaat over de hippietijd en het is met liedjes van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Ik heb er heel veel zin in, vooral omdat het een nieuw geschreven musical is. En ook de hippietijd is gewoon heel fijn om te verbeelden met al die pruiken en die gekke kostuums. Het lijkt me echt te gek en ik vind de muziek waanzinnig. Het wordt sowieso spannend omdat we ook gitaarles krijgen, zoals je een beetje kan zien. En we moeten ons ook zelf gaan begeleiden. Dus het lijkt me sowieso wel heel spannend om te gaan zingen en gitaar te spelen tegelijkertijd. Dat maakt het heel spannend. Ik ben René van Kooten. Ik ben hier bij een fotoshoot voor Onder de Groene Hemel, waarvan ik heel blij ben dat ik het volgend jaar mag gaan doen. Ik mag daarin Ginny gaan spelen. En ik heb er heel veel zin in. Ik zou zo'n oerhippie gaan spelen. Ik ben een verteller, ik mag het aan elkaar praten. Ik moet ervoor zorgen dat het geboren wordt. Ik ben heel blij dat ik bij Bos Theater met aan het werk mag. Ik heb er heel veel zin in. Daar kan ik er meer over zeggen. Die muziek is te gek. En ik verheug me om lekker te gaan toeren weer. Tot die tijd heb ik er heel veel zin in. Ja, we zijn hier vandaag bij de fotoshoot voor de poster. En er staat een heel te gek Volkswagen busje daar beneden te wachten op ons. En ik heb net een pruik opgekregen. En nu worden de bakkenbaarden, als je ziet. Ik ben heftige bakkenbaarden geplakt. En dan ben ik zo meteen klaar voor de shoots. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben Sophie Veldhuizen en ik speel de rol van Barbara. En Barbara is een meisje uit Haarlem. Vrij beschermd op de voet. Vader en moeder, enig kind. En komt dan in aanraking met de hippiecultuur en wordt naar Amsterdam getrokken, waar ze allemaal hele spannende dingen gaan beleven. En ik ben Jan Elmensen. Ik ben Annemieke Ruiten en ik speel Anna, de moeder van Barbara. En ik speel de vader van Barbara, die heet Pavel. En niet voor niks, want het speelt zich af in Haarlem. En dan heb je de Pavo-kathedraal en daar ben ik koster. De première is 29 januari in Haarlem, in de stad Schouwburg. En dat is ook de geboortedag en het geboortedorp van Lennart Nijg. Dus 29 januari in Haarlem.